Regelmatig krijg ik de vraag van mensen welk aandeel moet ik kopen. En dan niet specifiek bedoelen ze welk bedrijf raad je me aan. Maar vooral als je naar een bepaald bedrijf op zoek bent. Bijvoorbeeld bij de Giro. En je zoekt daarop op die term, op die naam. Dat je meerdere resultaten krijgt. En in deze video gaan we dan kijken naar twee aandelen. Waarbij we gaan kijken naar en vergelijken op transactiekosten, valutakosten, valutarisico en het volume van de handel op verschillende beurzen. Genoeg interessante materie dus. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. We gaan dus in deze video kijken naar welk aandeel moet je nou kiezen uit die zoekresultaten. Ik laat hierbij dus twee voorbeelden zien en dat doe ik op het platform van de Giro. Dat is mijn favoriete broker, maar ook de broker die het meest gebruikt wordt binnen onze community. En al deze informatie en ook andere informatie die ik behandel over de Giro, waar ik vaak vragen over krijg, zet ik op mijn website. Daar heb ik een speciale pagina met allemaal informatie en veelgestelde vragen over de Giro. Daar zal ik binnenkort dus deze informatie ook aan toevoegen en in de toekomst ook nog veel meer informatie. Dus wil je meer van deze informatie zien, de links om jezelf aan te melden bij de Giro of naar deze pagina te gaan. Ik zal die in ieder geval plaatsen in de beschrijving onder deze video. En dan beginnen we meteen met het eerste voorbeeld en dat is Vanguard All World, oftewel het VWRL fonds. Dit is een heel erg populaire ETF, ik denk in Nederland, maar ook weer zeker binnen onze community. Maar als we op VWRL gaan zoeken op de Giro, zien we dat we 5 resultaten krijgen. De eerste vraag die je dan misschien hebt, wat zijn nou de verschillen tussen deze 5? We letten hierbij even niet op de naam, maar meer op de informatie die er dan onder staat. Kijken we naar het bovenste resultaat. Dat begint met EAM en dat staat dan voor Euronext Amsterdam, oftewel de beurs waarop het aandeel dus verhandeld wordt. Vervolgens komt VWRL, zoals we net al zeiden, de afkorting eigenlijk voor dit aandeel. Het is eigenlijk het tickersymbool zoals ze vaak ook noemen. Daarna komt een code, die begint in dit geval met IE00. En dat is eigenlijk de ISIN-code van het aandeel. Oftewel, elk aandeel, elk fonds heeft een uniek nummer. En aan de hand van dat nummer kun je dus altijd vergelijken en controleren of je het juiste aandeel hebt. En tenslotte zien we EUR staan, oftewel de valuta waarin het aandeel verhandeld wordt op deze beurs. En aangezien dit in Amsterdam is, is dit geval dus euro. Vergelijken we dat nou met het tweede resultaat, dan zien we LSE staan, wat voor London Stock Exchange staat. Oftewel de beurs in een ander land in Londen, in Verenigd Koninkrijk in dit geval. Het is nog steeds hetzelfde aandeel, zien we ook aan VWRL, dezelfde afkorting dus. Maar ook het ISIN is dus eigenlijk dezelfde code als die we daarboven zagen net. Dus het is ook echt hetzelfde aandeel. Het enige verschil hier is, het wordt dus in Londen verhandeld. En dat zien we ook terugkomen bij GBP, wat staat voor Great British Pound, oftewel de Britse pond. Het is dus hetzelfde aandeel, alleen in een andere valuta. En kijken we naar de andere resultaten, dan zien we de derde, de Zwitserse beurs, met de Zwitserse frank dus als valuta. De vierde is de beurs in Milaan, Italië. Maar ook hier wordt de euro als valuta gerekend. En als laatste zien we een ander tickersymbool en een andere ISIN-code. Dus ook al heeft het VWRL dan wel in de naam staan, het is niet hetzelfde aandeel als die andere 4. En tenslotte kun je ook zien dat ik het bovenste aandeel als favoriet heb opgeslagen. Dat op die manier, ik heb een keer gecontroleerd dus dat dit het juiste aandeel is. Als je dan bij je favorieten neerzet, dan kun je het natuurlijk later nog makkelijker terugvinden. Je bent er ten eerste sneller bij. Al je favorieten zijn bij de hand. Maar je weet ook meteen dat dit het juiste aandeel is. Maar hoe bepaal je dan juist dat dit het juiste aandeel is? Nou, in het geval van ETF-trackers zal ik altijd als eerste gaan kijken. Zit het in de kernselectie van de Giro? Want wanneer dat het geval is, heb je namelijk de mogelijkheid om het aandeel, of de tracker in dit geval, de ETF, kosteloos te kopen of verkopen. Als je dus aan een paar simpele voorwaarden voldoet. En meer informatie over de kernselectie van de Giro zal ik trouwens hier een link plaatsen naar een video. Maar ik heb al meerdere video's over gemaakt, dus die zal ik ook weer wederom in de beschrijving onder deze video plaatsen. Als je daar meer informatie over wilt. Wanneer we dus gaan controleren of dit aandeel in de kernselectie van de Giro zit, pakken we ten eerste dus die ISIN-code die we eerder zagen, IE00 en dan de rest. Die kopiëren we. We gaan naar de pagina, het document, de kernselectie van de Giro. En daar zoeken we vervolgens die code op, kijken of die bestaat. En we zien in dit geval, ja, VWRL staat erin. Maar dan moeten we altijd erop letten dat we het in de juiste valuta kopen, in dit geval euro, en op de juiste beurs. En dat is de Euronext Amsterdam. En zoals we net in de video zagen, de Euronext was een van die resultaten. Dat was in dit geval het bovenste resultaat. Degene die ik als favoriet had aangemerkt. En dat heeft natuurlijk mee te maken dat dat het aandeel is
uit de kernselectie, waardoor ik het op de juiste omstandigheden dus kosteloos kan kopen. Maar misschien wil je ook gaan kijken naar wat er gebeurt als een aandeel niet in de kernselectie zit, waar we dan op moeten gaan letten. Nou, voordat we daar gaan kijken wil ik je vragen, vind je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Op die manier weet ik welke onderwerpen jullie leuk vinden. Kan ik daar meer informatie over geven in nieuwe video's. En deze video wordt meer aangeraden op YouTube. En op die manier help je het kanaal, zodat meer mensen deze video te zien krijgen. En wil je zelf nog meer video's van dit kanaal zien, maar ben je nog niet geabonneerd? Ik maak elke week 2 video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus klik hieronder op abonneren. Klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. Dan gaan we nu dus verder met de video, waarbij we gaan kijken dus naar een specifiek los aandeel buiten de kernselectie. En laten we als voorbeeld dan pakken Tesla, een heel erg populair aandeel. Binnen onze community wordt natuurlijk veel over gepraat. Misschien heeft dat ermee te maken dat ik zelf 30 aandelen van Tesla inmiddels heb. Ik ben al volgens mij 2 jaar aandeelhouder in Tesla. Ik zag het altijd wel de toekomst rooskleurig tegemoet. Inmiddels zijn ook veel meer andere beleggers steeds meer geïnteresseerd geraakt in het bedrijf. Want vroeger zeiden ze wel eens dat het bedrijf failliet kon gaan. Nu lijkt het er juist heel erg goed voor te staan. En aangezien het dus een Amerikaans aandeel is, een aandeel van een bedrijf wat dus niet in de kernselectie valt, moeten we op een paar dingen gaan letten. Nou, ten eerste zijn dat transactiekosten, vervolgens valutakosten en valutarisico, maar tenslotte ook nog het volume van de handel. Zoeken we namelijk op Tesla bij de Giro, dan levert dat meerdere resultaten op. De bovenste 3 zijn aandelen. En vervolgens begint het dan met hefboomproducten. Nou, wij gaan kijken naar die aandelen. En als jullie net hebben opgelet in de video, kunnen jullie waarschijnlijk al een paar verschillen zien tussen deze 3 aandelen. Ten eerste zien we dat de ISIN-code bij alle 3 hetzelfde is. Alleen het eerste aandeel staat op de NDQ, dat is de Nasdaq in Amerika. En wordt in US dollars verhandeld. De tweede is de XET, de Cetra in Duitsland en wordt in euro's verhandeld. En ook de derde is trouwens Duitsland, maar dan op Frankfurt en wederom in euro's. En zoals ik net al zei in die opsomming, er zijn een paar punten belangrijk. Nou, laten we ten eerste dan gaan kijken naar de transactiekosten. En hiervoor maken we gebruik van het transactiekosten PDF die op de website van de Giro staat. Want je ziet namelijk dat er behoorlijke verschillen zijn per beurs. En afhankelijk van hoeveel je inlegt, kan dat best wel veel rendement schelen. Beginnen we hier in dit voorbeeld onderaan bij de Verenigde Staten. Wanneer je het op die beurs koopt, een Amerikaanse beurs dus, betaal je 50 cent plus 0,004 cent per aandeel. Maar kijk bijvoorbeeld 2 dingen daarboven naar Frankfurt, Duitsland. Dan betaal je standaard al 7,50 euro plus een opslag van 0,09 cent. En tenslotte 2 daarboven zien we dan Duitsland, maar dan de Cetra-beurs. Daar betaal je standaard 4 euro met een opslag van 0,05%, dus over de waarde van die transactie. Dus laten we gaan kijken naar de kosten van 1 aandeel Tesla, wat op dit moment $480 is. Doen we dat op de Cetra, dan is dat standaard 4 euro plus die toeslag, kom je uiteindelijk uit op 4,24 euro. Kijken we vervolgens naar Frankfurt, dan begint het met 7,50. Maar die toeslag van 0,09% zorgt uiteindelijk voor dat het 7,93 euro kost in totaal. En tenslotte de Verenigde Staten, 50 cent. Plus 0,004 cent per aandeel. Maar dus afgerond komt dat gewoon neer op 50 eurocent. En dan zien we dus dat we met 1 transactie van 1 aandeel op verschillende beurzen al een verschil kunnen krijgen in transactiekosten alleen van 7,25 euro in dit geval. En dan is dat misschien nog niet zo heel erg met een groot bedrag, een grote transactie van honderden of duizenden euro's. Maar wanneer je toevallig 1 aandeel koopt van 40 euro, zou dat betekenen dat je misschien al wel 20% aan rendement eigenlijk verliest, omdat je juist zoveel kosten maakt op die ene aankoop. Wat dus zou betekenen dat je aandeel eerst 20% in waarde moet stijgen om je kosten terug te verdienen en pas daarna kun je winst maken op deze transactie, op deze aandeel aankoop die je hebt gedaan. Nou, misschien zou je dan denken, moet ik dan altijd de Amerikaanse beurs kopen, want het ziet er het meest interessant uit. Het antwoord daarop is nee, want er zijn namelijk nog meer dingen die daaraan verbonden zijn waar je op moet letten. En dat is ook het volgende punt wat ik wil bespreken, en dat zijn de valutakosten. Want de Giro rekent 0,1% van een valutatransactie, want jij stort natuurlijk in euro's, maar je koopt vervolgens het aandeel Tesla bijvoorbeeld in dollars. Dus er gaat eigenlijk een valutawisseling vindt er plaats. Daar betaal jij kosten voor. En in het geval van Tesla, wat dus $480 was, zul je zien dat 0,1% keer die $480 48 cent is. Daarmee komen dan de totale kosten voor 1 aandeel op 98 eurocent. En dat is niet helemaal waar.
Want het heeft natuurlijk macht mee te maken dat de koers van de dollar misschien anders is dan de koers van de euro. Maar laten we het even makkelijk houden. Het kost net geen euro. En door deze valutakosten verdubbelen in dit geval dus de kosten van je aandeel Tesla op een Amerikaanse beurs. Maar zijn ze nog steeds stukken goedkoper dan de Duitse alternatieven. De Duitse beurzen waar we 4 euro of meer dan 7 euro betaalden. Maar mogelijk zijn die andere beurzen juist wel weer interessant wanneer je vele aandelen gaat kopen. Hogere aantallen, niet eentje, maar misschien 100 of 500 aandelen van de bepaalde dingen. Dan is het misschien interessanter, maar ja, dat moet je even voor jezelf uitrekenen. Het hangt namelijk af ten eerste welke beurs je gebruikt, maar ook welke waarde de transactie heeft die je doet. Maar neem in ieder geval dus mee dat valutakosten ook een onderdeel zijn van je transactie. En daarmee komen we meteen bij het volgende onderdeel aan en dat is het valutarisico. Want zoals gezegd, je stort bij de Giro misschien via Ideal vanuit je eigen rekening euro's. Daar betalen wij hier in Nederland mee. Daarmee gaan we dus onze vrije ruimte vullen en daarmee kopen we dus een Amerikaans aandeel in dollars aan. En op dit moment is dan 100 euro 108 dollar waard volgens de huidige wisselkoersen. Maar dat wil niet zeggen dat het over een week of over een maand of over een jaar ook zo is. Misschien is het meer waard, misschien is het minder waard. Maar daardoor loop je natuurlijk wel een bepaald risico. Omdat je nu dus euro's omwisselt tegen de dollar, kan het zijn dat de dollar, wanneer je het terug wilt wisselen, een andere waarde heeft. En dat je op die manier ook eventueel meer winst maakt. Maar het kan ook goed zijn dat je minder winst maakt, dat je juist kosten moet maken. Omdat de dollar dus eigenlijk lager staat ten opzichte van de euro op het moment dat je het kocht. En meestal zijn die schommelingen niet zo heel erg groot. Zeker bij valuta's zoals de euro of dollars. Het zijn grote, stabiele koersen. Maar er zijn zeker wisselingen mogelijk. Dus daar kun je ook wel makkelijk een paar procent winnen of verliezen op die manier. En daarmee komen we dan bij het laatste onderdeel aan wat ik in deze video wil bespreken. En dat is het volume. En dat is dan het aantal aandelen dat er verhandeld wordt op de beurs. En dat is op zich best wel belangrijk, want hoe meer er verhandeld wordt, hoe beter de koers waarschijnlijk is. En daardoor ook automatisch hoe snel jouw order verwerkt wordt. Want als je dan een bepaalde order inlegt, dan is de kans groot dat er tegen een bepaald bedrag altijd wel iemand wil kopen of verkopen aan jou. En daarom is dus ook het volume altijd belangrijk. Laten we gaan kijken naar deze verschillende beurzen van het aandeel Tesla en wat daar de volumes doen. Kijken we naar de eerste resultaten op de Nasdaq dus. Meer dan 2000 aandelen werden er verhandeld in de laatste handelsdag. Gaan we vervolgens kijken naar de Cetra beurs. Daar zien we het al flink teruglopen naar 57.213 aandelen. En let trouwens ook op de openingskoers van 480 euro en gesloten op 470 euro. Kijken we vervolgens naar de laatste beurs, Frankfurt dus. Daar werden slechts 4.842 aandelen zaten er in het volume. En daar lag trouwens de opening veel hoger op 497 euro en daar sloot hij juist weer stukken lager op 438 euro. En daarmee komen we dan bij de conclusie van deze video en dat is dat er grote verschillen zijn in zowel de kosten als de handelsvolume op een beurs en dat je dus altijd op bepaalde dingen moet gaan letten. Hangt een beetje ook af van de transactie die je doet en het volume dat je doet. Maar hoe kleiner je transactie, hoe groter de impact kan zijn afhankelijk van welke beurs je dus kiest. Dus wanneer je een aankoop gaat doen van bijvoorbeeld dus een ETF, kijk altijd als je in de kernselectie zit en baseer daar dan de beurs op waarbij je aankoop doet, want dan heb je dus geen transactiekosten als je het op de juiste manier doet. Wanneer je dus aandelen koopt, kijk ten eerste ook altijd wel naar de kosten, maar ook zeker naar het handelsvolume, want dat bepaalt ook mede de koers. En op die manier kun je dus ook een goede prijs krijgen. En is het altijd makkelijk om snel je aankoop te kunnen doen, of nog veel belangrijker als je er echt vanaf wilt dat het ook snel verkocht kan worden. En daarmee hoop ik de vragen die ik dus regelmatig krijg in deze video beantwoord te hebben. Mocht je nou nog nieuwe vragen hebben of andere vragen, laat het altijd zeker weten in de reacties onder deze video. Of kom naar onze Discord chat waar we bijna 2000 mensen met ons over dit soort onderwerpen praten. En dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video. Ten eerste weer bedankt voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welk onderwerp jullie leuk vinden. Kan ik daar meer over maken. Maar deze video wordt natuurlijk ook aangeraden aan andere mensen. Zodat meer mensen deze video te zien krijgen. En op die manier steun je het kanaal. Wil je zelf nog meer video's zien waarbij je geen lid van het kanaal? Ik maak elke week dus 2 video's over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik hieronder op abonneren. Klik op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En zie ik je graag in de volgende video terug.